Ja, een zware nederlaag voor Heist. We waren nogthans vrij goed aan de wedstrijd begonnen, denk ik. De eerste goede kans was ook voor ons. Maar dan ja, is de goal bij hun gevallen. En kregen wij het heel moeilijk. We hadden heel veel problemen centraal met de bewegende spelers, met de lopende spelers op de flanken. En uiteindelijk juist een zware nederlaag geworden voor ons. Ik had de beelden gezien van Genk tegen Anderlecht. Ze hebben een wedstrijd dinsdag gehad tegen Massenhoven, waar ze 1-0 gewonnen waren. Oefenwedstrijd zeg ik niks, maar we hadden ook tegen Massenhoven een oefenwedstrijd gespeeld. En ik dacht dat er wel mogelijkheden waren, ja. Ja. Zelfs met de ploeg waar we mee hier waren, want we waren maar met 13 ook. Maar ja, de spelers proberen hun altijd goed in te zetten. En daar moeten we zeker en vast op verder werken, om de inzet. Maar het is voetbal en de taken, de organisatie die we qua concentratie zeker moeten proberen 90 minuten vol te houden. Ja, je weet natuurlijk nooit. Hè. Je kan altijd tegen een vroeg achterstand lopen of er kan altijd iets gebeuren. In de wedstrijd had ik hen ook gevraagd. Hè, wat er ook gebeurt, neem je verantwoordelijkheid. Maar ik weet natuurlijk, ja, oké, we hebben hier thuis in het Sporting Genkpark nog geen enkele wedstrijd verloren. We hebben trouwens nog maar 1 wedstrijd verloren op standaard. Wij spelen wekelijks met dezelfde 11-12 speelsters die op dit moment allemaal topfit zijn. Er zullen wel eens andere tijden komen natuurlijk, hè, dat wij ook eens blessures of schorsingen gaan hebben. Maar oké, onze tweede ploeg in de tweede nationale heeft vandaag tegen de titelkandidaat gewonnen. Dus ook daar zitten nog wat jonge speelsters te popelen om speelminuten te krijgen. Hè. Ik denk dat we zelf een heel goede wedstrijd gespeeld hebben. Eigenlijk heel de wedstrijd onder controle gehad. Af en toe hebben zij misschien eens heel licht tegengeprikt. Maar ik denk over het algemeen dat we heel tevreden mogen zijn. Dat we hebben op één kantje nadenken dat we niks weggegeven hebben. Zelf ontzettend veel kansen gecreëerd. Dus ik denk dat we daar zeer blij over mogen zijn.